beste en lieve luisteraars. Welkom bij het programma Wel Geïnformeerd. Een paneldiscussieprogramma vanavond aanwezig. Krishna Salikram en Wesley Amsand. Ik geef het woord aan Krishna. Dankjewel, Iwan. Luisteraars, goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Wesley Amsand, ja. Welkom. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Iwan. Goedenavond, Krishna. Wesley en luisteraars, later in het eerste uur gaan we praten met dokter Martin Schalkwijk, adviseur van de regering in Suriname. Maar nu hebben wij aan de lijn een andere dokter, namelijk de historicus dokter Hans Ramzoet. Meneer Ramzoet heeft veel gepubliceerd. Hij is bekend van zijn proefschrift over de gouverneur Kielstra. En we gaan met dokter Ramzoet praten over het boek dat Ellen de Vries geschreven heeft. Hans Valk over een Nederlandse kolonel en een koep in Suriname. Goedenavond, meneer Ramzoet. Ja, goedenavond. Goedenavond, meneer Ramzoet. Ja, goedenavond. Meneer Ramzoet, zoals gezegd, we gaan uw mening horen over het boek dat Ellen de Vries geschreven heeft. In het kort komt het hierop neer dat mevrouw de Vries schrijft dat er in de bronnen die zij heeft bestudeerd geen bewijs is gevonden dat de Nederlandse kolonel Hans Valk de onderofficieren heeft geholpen bij het plannen, dan wel het uitvoeren van de staatsgreep van 1980. U heeft in een recensie op de website van Hindurama geschreven dat eigenlijk het boek neerkomt op een soort rehabilitatie van kolonel Valk. En dat in feite nog meer onderzoek verricht moet worden om de ware toedracht naar voren te halen. Ja. Kunt u aangeven waarom u het niet geloofwaardig vindt dat Hans Valk niet zou zijn betrokken bij de voorbereiding van de staatsgreep van 1980? Nou, kijk, het punt is, als je met een bepaalde conclusie komt, dan kijk je altijd naar de bewijsvoering. Ik was hooglijk verbaasd over de kritiekloze recensies, onder andere in Star Nieuws en een aantal Nederlandse dagbladen als NRC en Parool, over dit boek. In geen van die recensies kom ik tegen dat men heel kritisch heeft gekeken naar de onderbouwing van de conclusie van Ellen de Vries. Want het is zoals in de rechtbank, voordat de rechter de verdachte vrijspreekt of veroordeelt, dan gaat het uiteindelijk om bewijsvoering. Het is bewijsvoering die bepaalt in hoeverre iemand wel of niet schuldig is. En in haar boek heb ik dus primair gekeken naar haar bewijslast. Want haar uitgangspunt of haar conclusie is dat ze geen bewijzen heeft gevonden dat kolonel Valk de geestelijke vader van de staatsgreep was. En dat de media, de Nederlandse media, dat min of meer heeft opgeblazen. Dat vind ik wat al te makkelijk. Wat we zien in deze studie is dat zij heel sterk steunt op twee rapporten van de commissie Bart Pronk, die onderzoek heeft gedaan naar deze affaire. Mm-hmm. En op getuigenis van Valk en Boutersen. Wat betreft de twee laatste personen, je kunt onmogelijk van Valk verwachten dat hij zal toegeven dat hij betrokken was, dat hij de geestelijke vader is van de koep. Want dat zou voor hem krijgstuchtelijke repercussies hebben gehad. En van Boutersen mag je absoluut niet verwachten dat hij dat zal toegeven, want hij heeft altijd verklaard de staatsgreep was van Surinaamse makelij. Wat dus heel sterk opvalt is dat de auteur haar conclusie primair baseert op getuigen à décharge. En à décharge betekent getuigenverklaringen die ontlastend zijn voor Valk. Ja. En bij getuigen à décharge denk ik aan verklaring van Boutersen, verklaring van kolonel Valk zelf. En de twee rapporten van de commissie Bart Pronk die zijn verschenen. En die in de Tweede Kamer heftig zijn bekritiseerd.
getuigenverklaringen die belastend zijn voor kolonel Valk, betrekt ze niet in haar conclusie. En dat vind ik dus heel vreemd. Er zijn een aantal officieren geweest, recentelijk nog, Roy Botsen, die expliciet aangeven dat zij door kolonel Valk zijn benaderd. Ja. Om de coup te plegen. Dan denk ik, is zijn verklaring niet relevant. Er is een verklaring van André Haakmat. Hij was in de jaren 80 was hij minister. En het was een bijeenkomst met afscheid van kolonel Valk. Waarbij Boutersen allerlei woorden sprak tot kolonel Valk. En daarbij zou hij heel sterk hebben de rol van Valk bij de staatsgreep hebben benadrukt. Ja. Hierover zegt de auteur, ik heb in de archieven geen transcriptie van deze verklaring gevonden. Denk ik, ja, had ze dan verwacht dat dat Boutersen, nadat hij Valk had toegesproken, vervolgens dat verhaal bij het archief zou deponeren? Dat lijkt me niet voor de hand liggend. Punt is dat... Het wordt bevestigd, hè, door de aanwezige... Ja, het is de Nederlandse ambassadeur zelf, ja. Was daar bij betrokken. Wat Boutersen gezegd heeft, is bevestigd door de ambassadeur. Ja. En vervolgens ook nog bevestigd door kolonel Marseveen. En Valk zelf. Die was opvolger van kolonel Valk. En het opvallende was dat kolonel Marseveen, wat betreft de woorden van Boutersen, sprak van een belastende waardering. Ja. En dat is natuurlijk, dat is veelzeggend. Al dit soort verklaringen legt zij terzijde. En vervolgens op basis van getuigenverklaring ad in charge, dus ontlastend voor kolonel Valk, komt zij tot de conclusie dat kolonel Valk nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld. Meneer Ramsoet, vraag je, is het niet mogelijk dat een aantal van deze files, een aantal van deze dossiers, vernietigd zijn door de AIVD of door de MIVD? Nou, het punt is, dat weten we niet. Kijk, er zijn een aantal documenten die zogenaamd geheim zijn verklaard. Maar een aantal van die documenten waren gewoon te raadplegen in de bibliotheken van de Tweede Kamer. Ellen de Vries heeft een aantal van deze documenten kunnen raadplegen. Maar het is voor mij de vraag in hoeverre dat het complete archief betreft. Ik denk dat dat pas nadat de archieven volledig openbaar zijn gemaakt, we precies zullen weten wat zijn rol is geweest. Wacht, u vermoedt dat er nog meer documenten aanwezig zijn? Ik, laat me het heel voorzichtig stellen. Ja. Ik sluit niet uit dat er nog meer documenten zijn. Er is, als ik me niet vergis, een maand geleden kamerbreed een motie aangenomen waarbij wordt aangedrongen op openbaarmaking van het archief. Het is alleen nog de vraag welk gevolg de Nederlandse regering aan deze motie gaat geven. Meneer Ramsoet, U had het over de getuigen die dus bevestigen dat ze door Valk zijn benaderd. Wat mij opvalt is dat de officieren en de personen die zeggen, die tot op heden volhouden dat Valk hen zou hebben benaderd om een staatsgreep te plegen. Deze mensen worden in dat boek in feite in discrediet gebracht. Ja, hun botsen bijvoorbeeld. Hun verklaring wordt niet meegenomen in haar conclusies. Dus ze is in mijn optiek op een zeer selectieve wijze met de bewijslast omgegaan. Ja, en terwijl kolonel Valk, en dat blijkt ook uit haar boek, verschillende bronnen bevestigen dat, Valk is vanaf 1979 is hij bezig met het opjutten van mensen van er moet iets gebeuren. Er moet iets gebeuren. Jullie moeten iets doen. Tegen de officieren zegt hij, als jullie het niet doen, dan gaan de andere officieren het niet doen. Ja. En wat is dat het? Ja, nee, precies. Kijk, een goede verstaander heeft maar een halve woord nodig. Hè? En Koenders zegt ook, ook in het programma Andere Tijden, dat Koenders was van de militaire inlichtingendienst in Nederland. Ja. Hij zegt, Valk heeft het woord staatsgreep niet letterlijk in de mond genomen, maar hij suggereerde het.
Ja, hij sprak in bedekte termen. Ja, die majoor Koenders van de inlichtingendienst, die heeft letterlijk in zijn rapport geschreven dat Valk zich schuldig had gemaakt aan krijgstuchtelijke en strafrechtelijke vergrijpen. Ja. Wow. En dat ook, hij schreef ook verder dat Valk na de coup contacten bleef onderhouden met de coupplegers. Ja. En tot ongenoegen van de Nederlandse ambassadeur. En op basis van de rapportages van de Nederlandse ambassadeur besloot de Nederlandse regering Valk uit Suriname terug te trekken. En dat tegen het zere been van Boutersen. Maar meneer Amsoet, dus de heer Valk werd op een gegeven moment gezien als een ongeleid projectiel, denk ik, vanuit Nederlandse optiek bekeken. Ja. Maar door Valk weg te halen ontstond er mijns inziens een machtsvacuüm. Want Boutersen, ja, Valk was de militaire peetvader van Boutersen. Ja, nee, dat klopt. En doordat Valk teruggeroepen werd, ja, ontstond er een machtslacune. En in die sfeer konden de decembermoorden plaatsvinden. Of ja, is dat te kort door de bocht? Maar het blijft natuurlijk speculatief. Hè? Dat wel. Je kunt stellen dat als Valk daar was gebleven, dan had hij dat proces, om het maar zo te noemen, op een goede manier kunnen begeleiden. Door hem weg te halen is dat ding uit de hand gelopen. Ja, want de mensen zouden waarschijnlijk als persona non grata op het vliegtuig gezet zijn. Ja. Maar het is nu totaal uit de hand gelopen. Het is uit de hand gelopen. Ja. Meneer Ramzoet, ik haal een citaat erbij van de voormalige luitenant Van Rij. Ja. Die zegt, en ik citeer uit het boek, hè, op bladzijde 135... Je hoeft de dingen niet letterlijk bij de naam te noemen om elkaar te begrijpen, toch? Ja. En dan vertelt hij ook dat plotseling het handboek van Edward Luttwak op tafel verscheen. En dat handboek over de staatsgreep, dat is Coup d'État, een practical handboek van die bekende Amerikaanse politicoloog. Ja. Dus dat was bij die bezoeken die de officieren en onderofficieren brachten aan Valk. Je kunt je afvragen, waar werd er dan over gesproken als er niet over een staatsgreep werd gesproken? Nee, maar zoals ik daarnet al zei, een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. En bovendien, hij is de mensen van de militaire missie, die zijn hun boekje te buiten gegaan. Ja. Want formeel waren zij diplomaten. Want de Nederlandse militaire missie was een onderdeel van de Nederlandse ambassade. En bedoeld om de Surinaamse krijgsmacht te ondersteunen in de verdere uitbouw. Maar Valk en nog een aantal anderen, die waren bijna dagelijks in de Mimbrebuku-kazerne te vinden. Ja. En hij was ook kind aan huis in die officierssociëteit Vos. Verleng de Gemeenlandsweg. Tegenover de Mimbrebuku-kazerne. Ja, ja. Het waren in principe Nederlandse missiemensen die feitelijk gesurinamiseerd waren. Want wat we niet moeten vergeten, Valk en de anderen, die hadden in de jaren 50 en 60 al bij de Fris gediend. Ja. Dus die identificeerden zich met Suriname. Wat zei je? Ze identificeerden zich eerder met Suriname dan met Nederland. Precies. Ze voelden zich minder diplomaat. En ze voelden zich meer betrokken bij wat er in het Surinaams leger gebeurde. Ja. Oké. Even kijken hoor. Nog twee citaten. In het programma Andere Tijden zegt de ex-ambassadeur Veeglen van Klaarbergen dat Valk over die staatsgreep zou Valk tegen de ambassadeur gezegd hebben: als ik het aan u had verteld, dan zou u het hebben doorverteld aan Den Haag. Ja. Dus, en een tweede citaat is, en dat is een citaat die Valk gedaan zou hebben in een gesprek met de minister van de Nederlandse minister van Defensie, toen hij terug was geroepen, ja, zei hij dat onder de gegeven omstandigheden een staatsgreep de beste oplossing was. Ja. Dus er is heel veel dat wijst in de richting van betrokkenheid. Hè? Van betrokkenheid. Ja. Goed. Ik ben het met de auteur eens dat van een meet in Holland, wat betreft de staatsgreep bij Suriname, dat er geen sprake is geweest. Ik sluit niet uit dat
dat de mensen van de Nederlandse missie, militaire missie, op eigen houtje hebben gehandeld en zich meer, zoals net gezegd, zich meer identificeren met de Surinaamse militairen dan met hun rol als diplomaat. Maar ik denk uiteindelijk wat belangrijk is om te weten van welke boodschappen gaf de Nederlandse ambassade aan Den Haag af? Ja. En wist de Nederlandse regering van wat er gaande was? Want in principe, zegt zij, en ik ben het ten dele met haar eens, Suriname en Nederland zijn laks geweest in de maanden voorafgaand aan die staatsgreep. Ja. Aaron die bagatelliseerde de aanstaande koep van dat is uitgesloten. En in Nederland heerste toch een soort sfeer van nou nee, de staatsgreep, de Swedish Anhang, dat zal niet gebeuren. Dus het was eigenlijk een onderschatting van de serieusheid van het conflict op dat moment. Uit het boek komt ook naar voren dat de rapporten van Valk eigenlijk door de ambassadeur werden gekust. En doorgestuurd naar Nederland. Ja, ja. En ten tweede, ze bleven ergens liggen op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, ja. En ze werden niet doorgestuurd naar Defensie. Nee, dat klopt. Maar dus daarom denk ik van die volledige openbaarmaking. Want kijk, wat je nu krijgt is, de auteur heeft zich gebaseerd op een aantal bijlagen die als geheim zijn gekwalificeerd. Ja. Maar er zijn nog meer onderdelen die bij dat archief horen. En dan denk ik, pas als dat volledige archief openbaar is gemaakt, zullen we de ware toedracht weten. Maar voor mij staat vast dat deze kolonel de geestesvader is geweest van de staatsgreep in Suriname. En wat de auteur doet, is niet meer dan een soort poging tot rehabilitatie van kolonel Valk. Meneer Amstoet, denkt u dat het feit dat je in die periode een VVD-CDA-kabinet had, en ik geloof dat Van der Klauw minister was van Buitenlandse Zaken, dat misschien niet direct, maar indirect wel een rol gespeeld zou kunnen hebben? Bij het feit dat er Valk op een gegeven moment toch wel bepaalde stappen ondernam richting officieren en richting onderofficieren. Maar bedoelt u dat geen formele dekking, maar wel informele dekking? Dat geloof ik persoonlijk niet. En dat wordt ook door Jan Pronk, minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking, in zijn boek over Suriname wordt hij aangegeven dat hij zich niet kan voorstellen dat het geval zou kunnen zijn. Ja. Omdat ik kan me herinneren dat minister Wiegel, geloof ik, in die periode wel aangaf dat die 3, zoveel miljard, dat was zonde van het geld en den uil spelen voor Sinterklaas en het geld had veel beter besteed kunnen worden. En de Surinaamse regering die maakte er een rapportje van. Ja. En dat er zo nodig een verandering moest komen. Ja. Nou, ik bedoel, dat is, hij was destijds vicepremier. Maar persoonlijk denk ik niet dat er een link is tussen de Nederlandse regering en Valk. Nee, oké. Het enige wat ik interessant vind is van hoe verliep het contact tussen de ambassade en de Nederlandse regering. En wist de Nederlandse regering wat er gaande was en waarom hebben ze niet de Surinaamse regering hierover geïnformeerd? Ja. Maar ik moet wel eraan toegeven dat Aaron tot op het laatste moment weigerde te geloven dat er een staatsgreep gaande was. Want zelfs uit de biografie van Peter Meel over Aaron blijkt dat een van de 16 coupplegers de secretaris volgens mij van Aaron heeft gebeld met die jongens zijn bezig een staatsgreep te plannen. Ja. Waarom denkt u dat mevrouw Ellen de Vries de verklaringen van Roy Botsen, van Jeff Weert en Michel van Rij eigenlijk terzijde schuift? Welk belang heeft zij? Het punt wat je hebt is dat in de Surinaamse publieke opinie en in de Nederlandse media wordt Hans Valk gezien als de geestelijke vader van die coup in Suriname. Ja. Wat zij doet is proberen met een
een ander beeld te komen. De Suriname These. Wat zei je? De Suriname These poneert ze in haar boek. Ja, Niet eens met die Suriname These. Ja. Want ze heeft twee thesen. Je hebt de Valk These en de Suriname These. Bij die Valk These gaat erom dat Valk een rol heeft gespeeld. En de Suriname These houdt in dat Valk geen rol heeft gespeeld. En ik ben het absoluut niet eens met gebruik van de term Suriname These. Want daarmee suggereert zij dat deze these in heel Suriname wordt aangehangen. Terwijl die Suriname These alleen maar door de Surinaamse militairen en de mensen die gelieerd zijn aan de Revo-ideologie wordt aangehangen. Dus in die zin moet zij niet spreken van een Suriname These, maar een Baltische of een Revo-These in Suriname. Want het is maar bij een klein groepje waar deze these wordt aangehangen. Maar acht u het waarschijnlijk dat het eigenlijk door Surinamers is bedacht? Die staatsgreep en ook helemaal voorbereid en uitgevoerd. Nou kijk, het punt is wel, en dat wordt niet alleen door haar aangegeven, maar in verschillende publicaties kwam je tegen dat verschillende officieren bezig waren met koepplannen. Ja. Je had het plan van Rambokus en als ik me niet vergis was ook Jeff Weert daarmee bezig. Sanderijgroep. Er waren een aantal officieren die hiermee bezig waren. Ja, ja. En gaat op de tijd zo, meneer Raamzoet. Vindt u dat er van overheidswegen, Nederlandse overheidswegen, een onderzoek moet komen, 40 jaar na dato, naar de rol van de militaire missie in Suriname? Zoals we nu een onderzoek hebben naar de excessen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Zou dat een goed idee zijn? Dat er, Nou kijk, ik weet niet, want kijk, wat in Indonesië is gebeurd, kun je niet vergelijken met de staatsgreep. Bij die oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië ging het om honderdduizenden doden. Ja. En nee, maar in de zin van een historisch onderzoek om echt te weten wat er gebeurd is. Dat is een optie, dat je zegt van nou, je zet iemand aan om dat te onderzoeken. En een tweede optie is, maak die archieven gewoon openbaar. En dan kan iedere journalist of een wetenschapper daarmee aan de slag gaan. En proberen het werkelijke verhaal over de rol van kolonel Valk te achterhalen. Ja, ja. En acht je het mogelijk dat we dat ooit te weten zullen komen, wat er precies gebeurd is? Kijk, er is Kamerbreed een motie aangenomen. Ja. En een maand geleden, zoals ik net al zei. En ik denk dat de vraag is nu, welk gevolg gaat de Nederlandse regering hieraan verbinden? Nou, gaan ze daadwerkelijk de archieven wel of niet vrijgeven? Het laatste nieuws is dat... We hebben nu een nieuwe Surinaamse regering. De Surinaamse regering zou ook druk op Nederland kunnen uitoefenen om die archieven ook openbaar te maken. Ja, ja, maar u bent historicus. Er zou ook onderzoek in Suriname moeten worden verricht en Surinaamse archieven. Ja, ook. Maar ik denk, kijk, als het gaat om de rol van Valk, dan ben je vooral hier aangewezen, maar dat laat onverlet dat je ook met wat mensen in Suriname zou moeten praten. Ja. Die natuurlijk er veel van afweten, maar daar verder niks over geschreven hebben. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat Surinaamse regering gaat denken, ja, we hebben wel andere dingen aan ons hoofd. Nee, we willen niet terugblikken, we willen vooral vooruitblikken en kijken hoe de huidige problematiek en de huidige problemen kunnen oplossen in het land. Ja, ik ben volkomen met u eens dat ze op dit moment andere zaken aan hun hoofd hebben. Laatste vraag, meneer Raamzoet. Hoe verklaart u de felheid waarmee Surinamers reageren op dit onderwerp? Zonder dat men op de hoogte is van de studies en de bronnen, had men vol dat Nederland achter de staatsgreep zat? Nou kijk, het punt is, als je kunt aanwijzen dat de ander de problemen heeft veroorzaakt, dan kun je ook vervolgens die persoon afspraken stellen voor alle gevolgen. Men zoekt een zondebok, als het ware. Men zoekt een zondebok, je eigen hand in onschuld te wassen, en vervolgens kun je eventueel een rekening bij Nederland indienen. Ja, ja.
alle ellende die nadien is gebeurd. En, want de veronderstelling daarbij is, als die militaire staatsgreep niet was gepleegd, nou, dan had je de decembermoorden niet gehad, dan had je de economische crisis niet gehad. Snap je? Dus men heeft een zondebok nodig. En die zoekt men niet binnen eigen gelederen? Maar het zijn uiteindelijk Surinamers die... Dat... Extern, hè? Want dat is altijd de makkelijkste weg. Want dan je hoeft dan niet te doen aan introspectie. Van, wat is onze eigen rol daarin? Ja. Nee, goed, duidelijk, meneer Raamsoet. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw toelichting. Prima. En dan wens u nog een mooie voorstelling van de zondagavond. Oké, okay, jullie ook. Ja, dank u wel. Ja. Dat was dokter Hans Raamsoet met zijn duidelijke visie over het boek van Ellen de Vries over de betrokkenheid van kolonel Hans Valk bij de staatsgreep van 1980.